Dames en heren, teammanager Max van den Heuvel. Kijk eens. Wordt gewisseld. Dit zijn shirts die, die mij niet heel veel zeggen. Ze stinken niet. Dat is wel een voordeel nu dat we deze hebben. Maar komt hier was het niet zo warm hoor. Hier was het niet zo warm? Nee. 45 graden. Nee, ja, dat was Bangkok hè? Ja. Je zit nu al. Dat is Bangkok. Dat was Bangkok. Toen zijn wij op trip geweest in januari. Een voorbereidingstrip. Ja. Met advocaat 100 jaar bestaan van PSV was dat jaar. Hier hebben wij gezeten met die. Toen zouden wij twee keer per dag moeten trainen, want dat was de voorbereiding van het seizoen, weet je, van de tweede helft van de competitie. Yeah. Maar de eerste keer ging advocaat trainen om 2:30, daar kon tussen al 20 van die patchy kortjes allemaal zo op moeten zetten. Yeah. Want het was zo verschrikkelijk bloedheet. Ja, goed, we konden gewoon één keer trainen. Dat moest vroeg of laat, vroeg in de morgen of laat in de dag. Of overdekt, dan zal ook zijn. Maar dat kon nooit in die tijd tussen 10 en 6, want dat was onmogelijk hitte. Dus ze gingen een keer voor afwisseling het krachthonk in. Zelfs die ploegen daar, want het hotel daar was op het industrieterrein, hadden ze een sportpark lag dan, een zwembad bij. Maar er was ook een hal, en die waren om 5 uur 's morgens aan het trainen. Ja, met die jonge jongens ja, en met die oudjes naast. Dus die konden ook niet, dan moet je niet van Europeaan verwachten dat wij daar om 10:30 zouden trainen. Want de eerste keer, ze keken ons al aan, maar ja, dat begreep ik ook waarom. Even kijken, dan hebben we deze twee die bij elkaar horen. Ja, dat zijn twee uit Amerika, maar die heb ik volgens mij van Beersley gekregen. Ja. Die kleine links, die moeten dat doen zo. Hè? Die kleine, ik heb nog aan de telefoon gehad een paar maanden geleden, waar je af en toe wel eens een keer bel ik hem op hoe het is en zo. Maar, jij hebt nog steeds een goede band met hem? Nou ja, goede band, daar heb ik af en toe wel een keer contact met hem. Maar, wat bespreken jullie dan? Nou, gewoon hoe het is en hoe het gaat. Hij voetbalt nog steeds. Ja. En daar is de 2-0. Jawel, daar Marcus Beasley. Kijk, hetzelfde ons shirt staat bijvoorbeeld C, stoel nummer zoveel, en deze stoel van Frits. Oh ja, wordt die op zich, of hebben een lengte- en breedtegraad gehad. Dat staat erop dat hij precies op het Eindhovenstadion zit. Zo die kleine dingen. Die, ja, leuk. Maar dat is wel leuk om daar op te hebben. Want dan is het op dat moment wel een shirt voor dat jaar alleen. Hè? Yeah. Ja, Stinga. Stinga. Heb ik een keer van hem gekregen toen hij hier speelde, toen hij bij Nationale Ploeg weg geweest was. Heeft hij voor mij meegebracht. Deze is echt. Overigens Stinga, ja, die is nog steeds. Zo'n klein manneke dan zo'n shirt, hè? Doet hem eens aan. Dat ik aan mij goed passen, denk ik ook niet. Dames en heren, teammanager Max van den Heuvel. Kijk eens. Wordt gewisseld. Daar gaan we weer. Daar gaan we weer. En het is goed. Ja, nice. Ja. Prijs om. Maar dat is. Hij zit goed bij de schouders ook. Ja. Nummer 19. Stinga. Ja. Vertel. Stinga. Is een jongen die nou eigenlijk helemaal ingeburgerd is in Nederland. Ja. Hij traint de dames. Hij heeft bij Eindhoven getraind. Hij heeft de jeugd getraind. Woont in Eindhoven. Zijn zoon speelt volgens mij hier in Eindhoven. Of bij PSV. Bij PSV gezeten sowieso. Ja, die is gewoon helemaal van Eindhoven, die is gewoon blijven hangen. Mooi is dat toch? En dat is heel mooi, ja. En als je dan ziet dat hij ook nog steeds bij ons actief is, bij de vrouwen. Dat hij ook, ja, hij loopt daar zo lang bij het sportpark. Ja, ik vind het wel prettig als mensen blijven. Wat is jouw band met hem? Nou ja, goed, gewoon. Als ik tegenkom, hebben we altijd wel iets te vertellen. En, goed, ik loop af en toe bij de andere kant, bij de jeugdkant binnen, bij de campus. En dan, ja, dan kom ik hem vaak tegen en dan begint hij even vragen hoe het is thuis. Maar dat blijft hier, dus we spreken buiten de kerk? Nee, eigenlijk nee. Dat is ook prima. Dat is ook prima, want je kan natuurlijk niet iedere dag uit gaan eten met iemand. Dan ben je heel veel jaren bezig. Dus wat dat betreft is dat dan wel. Nee, dat moet. Kijk, de contact er is, kijk, als ik hem moet helpen, collega of maakt niet uit, dan komen ze het ook binnenlopen. Ja, goed, dat is vertrouwd. Dat weet ze dat hij goed komt. En ze weten allemaal dat ze bij Mark terecht kunnen. Nou ja. Ja, jongens.